Fanta, 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 Fanta. I got broads in the land. Ik ben verkouden, jongen, dat is niet normaal. Ik heb serieus geen idee hoe ik zo'n video moet beginnen of moet doen. Zoals jullie weten heb ik een tijdje geleden best wel lang in het ziekenhuis gelegen. Was in de zomervakantie wat het was. En ik ga jullie allemaal vertellen gewoon, want ik zit gewoon echt niet chill in mijn vel. Ik ben gewoon zagrijnig. Oké, dus. Ik ben een beetje verkouden, sorry daarvoor. En het andere is ook nog... Ik weet niet waarom ik deze video maak, maar ik zat elke keer als ik in de bus ging naar school zo... kwam deze video idee in mijn hoofd en ik knaagde ook nog best wel erg, echt als ik ging slapen zo of als ik onder de douche stond, ik wou deze video maken, dus ik maak hem ook, want ik zit hier echt mee. Oké, dus mate, nou hier komt die G, let's go, pa! Oké, zoals de meeste van jullie weten ben ik echt geen chagrijnig persoon. Nou eigenlijk, soms kan ik ook echt kapot chagrijnig zijn, maar ik ben meestal gewoon iemand die best wel veel gewoon moet lachen en zit en gewoon juist dingen niet serieus neemt. En gewoon wil kutten en wil feesten en bier drinken en zo. Nou ja, dat ben ik. Een paar, 3 maanden geleden of zo heb ik een soort hartstilstand gehad. Nou, toen heb ik de hele tijd in het ziekenhuis gelegen. Nou, best wel vervelend en zo, jammer dat gebeurt. Maar het gebeurt nou eenmaal. En ik ben ook iemand die daar gewoon makkelijk in is. Dus daar kan je niet moeilijk tegen doen. Ik heb nu een ICD-kastje gekregen en pillen. Nou ja, de kans dat het nog een keer gebeurt is best wel klein. Laten we het daarop houden. Het was ook nog een week voordat het bij de voetballer Nouri gebeurde. Dat is ook leuk, een feitje. Dat is leuk om te weten. Waar ik dus mee zit, is zijn een paar dingen. En het is meer gericht op YouTube. Kijk, dat hele hard gebeuren, daar maak ik nog wel een video over. Maar dat is niet echt iets waar ik mee zit. Ja, het is vervelend, het is jammer. Ik kan niet meer, kijk. Nu gaan we naar het punt waar het om gaat. Het is een hele vage video. Ik snap als je het een beetje niet snapt. Laat achter in de reacties iets als je iets niet snapt. Dan kan ik altijd nog in de reacties het gaan uitleggen. Maar oké, het zit zo. Kijk, voetbal en zo, dat wel en nou. Oké, dus. Zoals de meeste van jullie weten was sporten echt iets wat ik nou, best wel graag deed. Want ik ga echt niet janken op beeld. Jongen, ik ben toch geen butje, jongen. Ik zweer jou. Ik ben geen meat. Ha. Oké, daar ben ik weer. Oké, zoals de meeste van jullie weten was sporten echt iets wat ik gewoon met alle liefde deed. Dat was mijn leven. Je kan nog best wel voetballen met je vrienden, maar je kan geen wedstrijden meer voetballen. Maar ja. Wat heeft voetbal dan voor nut, weet je, als je geen wedstrijd mag doen. Dus je mag geen partijtje om voor zulke dingen, nou. Weet je, daar heb ik ook geen zin in. Dat is gewoon saai, dat is gewoon, mensen, iedereen zegt, oh dat is leuk, weet je, je kan dan nog, laat je trap doen. Oké, voor video of zo zou ik het doen. Maar, gewoon in mijn eentje te gaan, laat je trappen, kom op. En dan zegt ze van, ja, je mag wel nog wel naar de sportschool. Hiervoor ging ik heel veel naar de sportschool en voetballen. En in de sportschool ben ik ook iemand die gewoon, kom op, je moet gewoon zoveel mogelijk tillen en weet je, gewoon lekker vind ik dat, om helemaal kapot te gaan. Maar ja, dat mag dus niet. Dus ik kan mijn uitlaatklep niet meer in sporten kwijt. Nou, dat is best wel shit, jammer. Kijk, dat is dus irritant, want dan zit je met een probleem van, er gebeuren nu allemaal dingen om je heen. Dus ook in privé gebeuren, weet je, maar dat ga ik allemaal niet zeggen, want, dat kan gewoon niet. Kan wel, maar dat doe ik nog niet. Niet zo ooit, maar nog niet. Maar oké, dus wat ik wil zeggen is, je hebt gewoon geen uitlaatklep meer. Ja, die heb ik wel, soort van, en dat is YouTube. En ik vind YouTube nou ook een van de leukste dingen wat ik nog heb. Maar ja, zoals jullie weten, weet je, maakte ik altijd van die wat vinden jongens leuk aan meisjesvideo's. Maar daar kan ik gewoon niet ik vond het leuk, ik deed het ook meer omdat mensen me het opdroegen. En nou komt het probleem heel erg, want YouTube wil ik nu gewoon uitlaatklep maken. En ik moet daar gewoon mijn shit in kunnen doen. Want ik moet iets hebben waar ik gewoon chagrijnig om kan worden. Nee, chagrijnig om. Waar ik gewoon kan gillen, kan brullen, gewoon shit kan doen. Hey, en waar kan dat nou op YouTube? Dus waarom zou ik dat nou niet doen? Maar het tweede is, mensen om je heen, die zeggen allemaal dingen. Want hoe groter je wordt op YouTube, hoe meer mensen je van je verlangen en hoe meer je naar hun moet luisteren. Dus mensen gaan voor je bepalen wat voor content je moet gaan maken. En dat is iets van, wat wil ik nou doen met mijn kanaal? Want ik ben niet tevreden, met de video's die ik nu maak. Het is gewoon, ik weet niet of je de laatste tijd heb gezien. Het is een beetje nef van erf. Het is een beetje, het is het gewoon net niet. Het is, ook al als ik het terugkijk, ik word gewoon chagrijnig van. Ik word er niet blij van. Dit wil ik gewoon niet. En ik heb gewoon de hele tijd nagedacht. Ik weet het al vanaf toen ik klein was. Wat voor video's ik wilde maken. En ik snap ook niet waarom ik het nooit heb gedaan. Maar dit gaat er dus een beetje gebeuren met mijn kanaal, denk ik.
Maar ja, er zijn altijd nog mensen die tegen me zeggen van... Steven, dat moet je niet doen, want dan gaat je kanaal dood. En dan, Want wat ik heel graag wil gaan doen, is gewoon gamen erbij. En dan denken alle, want al mijn kijkers zijn bijna meisjes, denk je van nee, ik vind gamen niet leuk. Steven, waarom doe je dat nou? Nou ja, kijk, in gamen is best wel gewoon, daar kan je me best wel groot op in, ja, hoe zeg je dat? Op uitlaten, dan kan je gewoon even helemaal gek doen en even, eigenlijk is gewoon helemaal niks veranderen op mijn kanaal. Behalve dat er gewoon een video bij komt. Dus eigenlijk heeft iedereen er gewoon profijt aan van, stel jij wil die game video's niet kijken. Nou, waarom kijk je ze dan? Dan hoef je het ook niet te kijken. Dan kan je gewoon nog steeds terugkomen voor die sketch video's wat ik altijd doe. Of de Never Ever Ever video's. En dat zijn dingen waar ik dus echt gewoon best wel graag, ja, wat ik gewoon zin in heb. Ik zit te denken aan Fortnite kunnen spelen. Of als jullie willen, gewoon Minecraft of iets. Maar ik wil gewoon gaan gamen. Gewoon een game uploaden. En zoals het nu lijkt, wordt volgende week de eerste paar series gelanceerd. Moet ik even kijken welke video's jullie leuk vinden. Dus volgende week en die week daarna wordt een beetje een rommelpotje op mijn kanaal. Misschien komt een keer Minecraft voor zijn. Misschien komt een keer Minecraft of GTA. Allemaal andere spellen. Ik wil gewoon even kijken wat ik leuk vind. En jullie kunnen dan allemaal daar achterlaten van, hey Steven, willen dat dit spel? En in 2018, dus meteen 1 januari gaan we beginnen met een nieuwe. Dus dan ga ik meteen een update video uploaden. Van, nou ja, weet je wat er nou gaat gebeuren met mijn kanaal. En hoe ik het allemaal ga aanpakken. Dus op 1 januari komt er gewoon echt een schema bij me aan gaan houden. Ja, dit is wat jongen, dit wordt wat. Maar laat even een reactie achter welk spel jij misschien wil dat ik ga spelen. Ik ga nu, ga ik even blijven bij Fortnite. Gewoon puur omdat ik dat een heel leuk spel vind. Maar dan zie ik jou met je leuke koppie. Hoe je later.